Welkom hier op het Annaplein. Ik ben hier met Anna Ursem. Zij heeft zich de afgelopen jaren op verschillende fronten ingezet voor onze parochie. Aan het eind van dit seizoen draagt ze haar taken over. Anna, leuk dat je er bent. Hoogste tijd om met jou terug te kijken op de afgelopen jaren. Maar vertel eerst eens iets over jezelf. Nou, dankjewel. Mijn naam is Anna Ursem. Ik ben 27 jaar en geboren in Herugaard de Noord. Ik ben een dochter van Pieter Sem en Irma van Zelm. En ik woon in Zuid-Gewoude samen met mijn vriend Martijn. In 2017 heeft de parochie een beleidsplan samengesteld met als titel Jongeren zijn het fundament voor de toekomst. Kun je vertellen welke rol jij hebt gespeeld in de uitvoering van dat plan? Ja, ik denk dat mijn rol vooral de aanjager was van bepaalde dingen. En muzikaal begeleider. Ik heb een aantal groepen muzikaal ondersteund. Zoals Virgiel heb ik meegezongen. Het kinderkoor heb ik muzikaal begeleid. En daarnaast hebben we gewoon een aantal nieuwe dingen opgezet vanuit het beleidsplan. De derde zondag, met een nieuwe aanpak daarin. We hebben ervoor gezorgd dat de Sint-Jozefschool de kerstvieringen in de kerk vieren. We hebben hartstocht uitgevoerd. Dus ik ben wel aanjager geweest van nieuwe dingen. Mooie projecten. Ja, leuk. Heel blij mee. Ja. Als je terugkijkt op al die activiteiten die je hebt gedaan, waar denk je dan met het meeste plezier aan terug? Waar heb je echt van genoten? In die 3 jaar heb ik denk ik het meest genoten van het maken van hartstocht. Ik heb dat zelf als vormtoolbegeleider ook uitgevoerd. En nu was mijn rol regisseur, aldus Gerry Groot. Daar heb ik echt met heel veel plezier aan gewerkt, omdat het en muzikaal was en met jongeren. En het was gewoon heel erg leuk om te zien hoe die zich inzetten. En ik heb daarnaast ook heel erg genoten van de kerkbezoeken, die we in samenwerking met de Sint-Jozefschool, ik wijs daarheen omdat die daar staat. Kerkbezoeken vanuit de school in de kerk, wat heel erg leerzaam is. En ik me verbaas over hoe interessant kinderen de kerk vinden. Ja, ik heb dat met jou meegemaakt de laatste jaren en ik kan dat beamen. En hartstocht heb ik natuurlijk ook gezien. Ja. Was ontzettend mooi. Ja, echt een succes. Ja. Je zegt dat kinderen het interessant vinden om in de kerk te zijn. En wat heb je gezien dat het met kinderen en met jongeren doet om kennis te maken met kerk en geloof? Nou, het verbaast mij inderdaad elke keer weer tijdens de kerkbezoeken hoe geïnteresseerd ze luisteren naar de verhalen, omdat het verhalen zijn die ze eigenlijk niet kennen. En hoe stil ze luisteren en kijken naar alles om zich heen. Ze fietsen vaak om de kerk heen of ervoor langs, maar ze hebben geen idee wat er in het gebouw gebeurt. En dan mogen ze, 2 keer per jaar komen ze naar de kerk voor een kerkbezoek. En dan gaat er een nieuwe wereld voor ze open. Ze vinden het schitterend, alles wat daar te zien is en de verhalen vinden ze prachtig. Ja. Ja. Hoe is jouw eigen ervaring eigenlijk geweest met de kerk toen jij jong was? Nou, ik ben niet gedoopt. Mijn ouders wilden mij die keus laten. En ik heb later nooit meer gedacht dat dat moest. Ik weet wel dat Gerry, toen we de Rome-reis hadden, dat Gerry heel graag wilde dat ik daar gedoopt werd. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb wel meegedaan aan het eerste communieproject. Uiteindelijk niet de heilige communie gedaan, maar wel meegedaan. En ook met het vormtoolproject. En ik heb tot in groep 8 meegezongen bij het kinderkoor, onder leiding van de Arneke Breuken, en daar genoot ik ontzettend van. En later ben ik wel in de kerk geweest om te zingen bij uitvaart of bij doopjes. En ja, ik vind deze kerk een bijzonder mooie plek om te komen. Mooi. Is er nog iets wat je de gemeenschap zou willen meegeven? Ik zou de gemeenschap willen meegeven dat we allemaal trots mogen zijn op de hoeveelheid jeugd en in de kerk aanwezig is in verschillende werkgroepen. Dat is natuurlijk iets wat we proberen te behouden, want ze zijn het fundament voor de toekomst. En ik denk dat de jongeren samen met de ouderen moeten proberen te werken aan verandering, waardoor het voor iedereen aantrekkelijk blijft om in de kerk te komen. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt, dat de gemeenschap die jong en oud werkt daar in samen. Ja. En alleen op die manier maakt het voor iedereen aantrekkelijk. Precies. Ja. Dankjewel.
ga je eigenlijk doen? Je stopt met je taak in de progrie, maar hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Nou, val je niet in een enorm zwart gat? Ik heb natuurlijk 3 jaar me ingezet voor de kerk en ik heb heel veel geleerd over het geloof. Maar ook over de mensen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk. En dat is iets waar we als dorp ook heel erg trots op mogen zijn. Dat zoveel mensen willen helpen. Wat ik heb met de toekomst, ik heb niet echt toekomstplannen. Wel geef ik 2 dagen zang- en pianoles, dat zou ik graag willen uitbreiden. En verder sluit ik niet uit dat ik ook wel eens terugkom bij de kerk voor het uitvoeren van een project zoals Hartstocht. Daar heb ik echt bijna alleen maar van genoten. Ja. Of natuurlijk om gedoopt te worden. Wie weet. Wie weet. Nou, Anna, hartstikke leuk om even met jou terug te kijken op de afgelopen jaren. Ja. En bedankt vooral je inzet in de parochie. Heel bedankt. Ik heb ook van jou genoten en de samenwerking. En ik denk dat veel mensen van jouw inzet genoten hebben. Dus heel veel dank daarvoor. Heel graag gedaan.